Terwijl er afgelopen week opnieuw een bank omviel, gaan centrale banken door met het verhogen van de rente. Zo verhoogden de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank deze week opnieuw de rente. En dat moest ook wel. Want de inflatie blijkt hardnekkiger dan dat centraal bankiers op voorhand hadden gedacht. Hoe kan het ook anders? Nu de pijn van de hoge rente steeds meer voelbaar is op tal van verschillende plekken, is natuurlijk de vraag wanneer die renteverhogingen zullen stoppen. En hoe hard die zogenoemde landing dan uiteindelijk zal zijn. Als we kijken naar de economie, de huizenprijzen, de bancaire sector en natuurlijk de financiële markten. Kortom, deze week is er genoeg te bespreken. Dat doen we aan de hand van een aantal belangrijke rapporten vanuit zowel de Europese Centrale Bank als vanuit de Nederlandse Centrale Bank. Onder andere over de huizenmarkt, maar daarover zometeen meer. We duiken eerst in het nieuws. Mijn naam is Madelon Vos en welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. We beginnen vandaag natuurlijk bij het nieuws van de week. Het omvallen van een grote Amerikaanse zakenbank. Maar voordat we dat doen, eerst nog eventjes je aandacht voor het volgende. Want zoals je weet heeft YouTube iets in haar algoritme veranderd, waardoor abonnees op mijn kanaal geen automatische meldingen meer krijgen als er een nieuwe video voor je klaar staat. Wil je deze video's blijven ontvangen? Ben je al abonnee? Ongeveer 58% van iedereen die nu op dit moment kijkt is abonnee. Check dan ook even of je het belletje aan hebt staan. En check vervolgens of je ook nog je notificaties op die belletjes dan weer aan hebt staan. Dus je meldingen voor YouTube in zijn algemeenheid. Dan weet je in ieder geval zeker dat je deze video's blijft ontvangen. Dus abonneer je, klik op de bel en check of je je meldingen aan hebt staan. Dan mis je in ieder geval niet en dan zorg je er tegelijkertijd voor dat deze video's onder een steeds groter publiek vindbaar zijn. En dat is de afgelopen maanden belangrijker dan ooit. Want ook deze week werd de financiële wereld weer opgeschud door een belangrijke gebeurtenis. Namelijk een grote Amerikaanse bank werd overgenomen. Althans, allereerst werden de deuren van deze grote Amerikaanse bank gesloten. En vervolgens kwam daar een grote partij. En die stapte in en die zei, wij nemen de boel over. Maar om even terug te gaan naar hoe dat ook alweer begon, moeten we terug naar de video van vorige week. Daarin hadden we het namelijk over de bank First Republic. En zij rapporteerde een verlies van klantengoeden van $72 miljard in het eerste kwartaal van 2023. En dat leidde tot een daling van de aandelenkoers van 20%. Hier spraken we vorige week uitgebreid over. Dit zorgde voor onrust. Opnieuw werd de bancaire bubbel die we de afgelopen periode hebben zien opblazen, werd weer opgepompt. Ondanks dat die enigszins een beetje leeggelopen was naar aanleiding van het omvallen en het redden van een aantal banken. Denk onder andere aan Credit Suisse in Europa. Maar we zagen dus First Republic Bank afgelopen week in de problemen komen. En deze week kwam het bericht van de Federal Deposit Insurance Corporation in Amerika naar buiten, de FDIC. En zij gaven aan dat de deuren van First Republic Bank waren gesloten en dat de JP Morgan Chase Bank instapte om de bank zogenoemd te redden. En dit kwam natuurlijk naar aanleiding van het feit dat er heel veel banken in Amerika zijn die toch wel de nodige hulp nodig hadden de afgelopen weken. Eigenlijk sinds het poepen van de allereerste bubbel. Dat was bij Silicon Valley Bank. En hoe ontstond dat probleem ook alweer? Dat probleem ontstond naar aanleiding van het feit dat de rente de afgelopen tijd heel erg laag is. Dat er behoorlijk wat winst is gemaakt bij bedrijven. Die gelden moesten ergens terecht. Die gelden werden ergens gestald. Dat werd vervolgens niet opnieuw uitgeleend. Maar daar werden onder andere obligaties mee gekocht. De veilige staatsobligaties. Maar de rente op die obligaties liep op. Dus de waarde van de obligaties in portefeuille die daalde. Want je hebt liever een nieuwe obligatie met een hogere rente dan een oude obligatie met een lagere rente. Dus die waarde daalt, risicorendementsverhouding. En vervolgens zagen we dus dat er steeds meer banken, en dit was afgelopen week al het geval, hebben we ook uitgebreid besproken, steeds meer banken richting de emergency loans moesten grijpen. Fed emergency loans rise again amid renewed financial stress. En dit bespraken we
vorige week. En ook toen zeiden we al, de kans dat het enkel bij deze banken blijft die omgevallen waren, onder andere Silicon Valley Bank, Signature Bank, Credit Suisse, de kans dat het daarbij blijft is vrij klein. En we hadden dus nu opnieuw de volgende bank. Groot nieuws, zei ik al op Twitter, dit is de derde Amerikaanse bank die zojuist ten onder is gegaan. Maar de spaarders hoefden niet te treuren, want JP Morgan Chase die stapt in. En dat zorgde ervoor dat er nogal wat onrust ontstond. Want JP Morgan is een Amerikaanse reus. Als je het hebt over het voorbeeld van banken die too big to fail zijn, dan zou dat JP Morgan zijn. En de vraag is eigenlijk, had JP Morgan deze bank wel over moeten nemen? Want in Amerika is het zo dat de helft van alle Amerikanen die een bankrekening heeft bij JP Morgan. Daardoor wordt deze bank zo groot dat ze niet alleen too big to fail zouden zijn, maar dat een bank ook nog wel eens invloed zou kunnen gaan uitoefenen op de politiek of op de overheid. Een bank wordt daardoor ontzettend machtig. Dus er ontstond gelijk een discussie over, had dit wel, hè, zou dit wel moeten mogen? We hebben vaker zulke gevallen voorbij zien komen als we bijvoorbeeld kijken naar de overname bij Vodafone Ziggo. Daar werd er gesproken over het feit, hè, mag dit überhaupt wel? Mag een partij wel zo groot worden dat ze bijna een monopolie zouden hebben? En in dit geval zou je kunnen zeggen, nou, misschien is dit niet helemaal fair. Maar dat de Federal Deposit Insurance Corporation, dat zij hiermee akkoord gegaan zijn, zij werden namelijk aangesteld als curator, dat de overheid hier überhaupt akkoord mee gegaan is, is eigenlijk best wel logisch, want zij wilden dit probleem zo snel mogelijk uit de lucht hebben. Dat hier dus niet meerdere partijen mee in de problemen zouden raken. Dus het moest opgelost worden. JP Morgan die grijpt in, die redt de spaarders. En die maakt ondertussen een deal met de FDIC. En wat gebeurde er nou? De bank die krijgt alle deposits en het grootste deel van de activa wordt eveneens overgenomen. Dus de assets op de balans. Waaronder de verliezen en de potentiële winsten die hieruit voortvloeien. Maar er is wel een dusdanige afspraak gemaakt met de FDIC dat feitelijk JP Morgan de partij is die wint in deze situatie. Per 13 april had First Republic Bank 229 miljard aan totale activa en 104 miljard afgerond naar boven aan totale deposits. De 84 kantoren die First Republic in Amerika heeft, die zullen omgezet worden in filialen van JP Morgan. En First Republic Bank die kwam natuurlijk in de problemen door die rentestijging. En er ontstond daardoor een tekort van pak een beetje 30 miljard. En er waren al meerdere banken die te hulp schoten. Maar dat was dus niet genoeg. Dit had te maken met het feit dat die kleine spaarders de gelden verplaatsten naar de grote spaarders. En dat is dus nu ook wat je terugziet. De kleine visjes worden opgegeten door de grotere vissen. Wat we nu hebben besproken is in het klein, in het kort, wat hier daadwerkelijk aan vooraf ging. Maar we weten ook, in een banking crisis vallen er vaak meerdere banken om. Dan blijft het niet bij eentje. We hadden wellicht verwacht, analisten hadden verwacht, economen hadden verwacht dat het hierbij zou blijven. Maar wij hebben al in eerdere video's aangegeven, de kans op basis van de analyse die we gemaakt hebben dat het hierbij blijft, is relatief klein. Ik moet overigens wel zeggen dat ik vind dat dit probleem vrij snel weer uit de lucht is. Op het moment dat de bank gered werd, zagen we wel behoorlijk wat dalers terug. Grote dalers terug. Denk aan een 50%, een 38%, een 23% van een aantal Amerikaanse banken die dus behoorlijk hard daalden. Maar daarna kwam de rust op de markt vrij snel weer terug. Wat mij opviel is dat Warren Buffett er vaak bij is op het moment dat banken omvallen. En zo was dat ook het geval in 2008. En vaak is dat een interessant moment, hè? Het buy the dip moment. Om in banken te beleggen op het moment dat ze het water ze aan de lippen staat. Maar tot op heden blijft het vanuit Warren Buffett zijn kant vrij stil. En dat zou enigszins een interessante conclusie kunnen zijn dat we misschien nog niet door die hele zure appel heen gekropen zijn. Misschien moet dat nog wel een klein stukje verder gaan dan dat we nu op dit moment zouden
verwachten. Het zou ook gewoon kunnen zijn dat Warren Buffett denkt, ik ben te oud, ik heb er geen zin meer in, laat maar lekker zitten. Zo lang ga ik niet wachten, je weet het niet hè. Er kan van alles aan de grondslag liggen. Maar ik vind het wel interessant dat hij er nu niet als eerste bij is en dat in 2008 hij hier wel echt wel zijn inmenging in had, laat ik het zo even stellen. En ook hij heeft genoeg slagkracht om hier wat mee te kunnen. Een van de dingen die mij opviel is dat Biden een toespraak gaf, en we hebben het eerder besproken, over de taxpayers die hier niet voor op zouden draaien. Dat was een maand geleden. Wat hij dus eigenlijk zegt is, shareholders are losing their investment, but depositors are being protected. En dit betekent dus dat taxpayers not the ones on the hook zijn. En dat is toch wel heel erg interessant, want de waarheid die ligt toch net iets anders. Je zou kunnen zeggen net een beetje meer in het midden. Want we hebben natuurlijk hier de FDIC die inspringt. En de FDIC is de Federal Deposit Insurance Corporation. En die neemt de toxische activa die op de balans staat over. En tezamen met JP Morgan Chase. En JP Morgan Chase krijgt daarbij meer dan 20% aan rendement. En je zou dus kunnen zeggen, het publiek betaalt hiervoor. Er is dus een behoorlijke discrepantie tussen dat wat Biden zegt en dat wat er daadwerkelijk gebeurt. Dit is een beetje een politiek correct verhaal. Maar heel netjes vind ik het niet. Laten we het zo eventjes stellen. Goed, wat gebeurde er nou nog meer nadat Biden zijn toespraak had gegeven? Zagen we natuurlijk dat er meerdere banken waren die hard onderuit gingen. Onder andere First Horizon Corporation, dus First Horizon Bank, die toch wel een behoorlijke koersdaling zag op de openingsdag van 4 mei. Een koersdaling van op de open maar liefst 45%. Nadat bekend werd gemaakt dat een fusie met TD Bank geannuleerd werd. En dat zou te maken gehad hebben met regelgevingsonzekerheid. Waar dat precies over ging, is mij tot op heden nog niet duidelijk. Maar wat wel zeer duidelijk is, is dat dus de kleinere banken, en dan spreken we over niet de top 10 Amerikaanse banken, maar laten we zeggen vanaf de positie 11 naar positie 20, 25, dat die vooral nu aan het proberen te fuseren zijn. Het zijn in Amerika vaak de kleinere banken die minder goed gereguleerd zijn, die daardoor ook grotere risico's hebben genomen, minder swaps hebben, zich ingedekt hebben met minder swaps, moet ik zeggen. En dat maakt dat het risico in Amerika ook wat groter is om problemen te ondervinden bij banken dan het risico in Europa. Maar het begint met kleine scheurtjes, kleine krakjes. En dat zijn dan nu de banken geweest die weer vervolgens gered werden door een grotere bank. Maar die onderliggende trend, dat is hetgeen waar we de focus op moeten hebben. Dat is namelijk waar het in deze om draait. Die onderliggende trend, die domino steentjes, die vallen wel om. En het begint dus bij de rente. Eigenlijk begint het zelfs bij nog verder terug. Want wat zou je kunnen zeggen? We hebben te maken gehad met centrale banken die de rente te lang te laag gehouden hebben. Vervolgens is daar op tal van verschillende markten een bubbel ontstaan. Namelijk het feit dat er goedkoop veel geld beschikbaar was. Vervolgens hebben we gezien dat dat resulteerde in bubbels op bepaalde plekken, maar ook in onze producten, in consumentengoederen, in diensten. Inflatie dus. Om die inflatie weer tegen te gaan, moest de centrale bank een voet van het gas afnemen of wat op de rem trappen. Eigenlijk deden ze beide natuurlijk. En dat resulteerde in hogere rente en het afbouwen van het opkoopbeleid. Die hogere rente vervolgens heeft weer een bepaald effect op onder andere de banken die zich volgeladen hadden met staatsobligaties, die in één klap veel minder waard werden. En vervolgens ga je zien dat die hogere rente ook zorgt voor mindere betaalbaarheid van bijvoorbeeld huizen. Overheden, waar we het eerder over gehad hebben, die in de problemen kunnen komen omdat zij een te grote last krijgen op de schouders, die dus
moeten gaan bezuinigen. Ook eerder over gehad. En dit zorgt ervoor dat één klein dobbelsteentje, dat rentemechanisme, waar die centrale bank aan mag draaien, één klein dobbelsteentje, zeg ik, bedoel dominosteentje, die omvalt en vervolgens die hele keten triggert. Wat eigenlijk een steeds groter en steeds breder effect wordt wat we nu aan het zien zijn. Dat begon dus met Silicon Valley Bank, wat echt zichtbaar was voor het algehele publiek. En we krijgen nu dat het balletje door begint te rollen. En dan is natuurlijk de vraag hoe hierop gereageerd wordt. Want we hebben te maken met een heel groot probleem dat ontstond bij banken. Kijken nu eventjes terug naar wat zegt de Amerikaanse financiën afdeling, de Treasury Department. Wat zeggen zij nu? Treasury die zegt: US banks have substantial liquidity and deposit flows are stable. Dus de outflows die zijn stabiel of de deposit flows zijn stabiel en de liquiditeit is substantieel. Ja, wat je hier nou van moet maken, dat kun je je afvragen, want we hebben dit eerder gehoord. ECB's mevrouw Snabel, die zei eerder, Isabel Snabel, is dat die zei eerder toen de allereerste problemen omtrent Credit Suisse ontstonden, dat de banken in de eurozone geen deposit outflows hebben gezien. En niet veel later kwam het bericht naar buiten dat er ongelooflijk veel geld uit de banken in de eurozone was gehaald. At a record pace, dus nog niet eerder hadden we zo'n outflow van gelden gezien. En als het goed is, heb ik dat ook gehighlight hier. Ik denk dat dat hier terug te lezen is. Ja, want dat ging nog even verder. Dit ging namelijk over februari. Vervolgens zagen we in Europa dat er miljarden van banken weggehaald waren. En dat gold ook voor Amerika. Ja, de data van Refinitiv Lipper die liet zien dat er maar liefst 34 miljard euro aan outflows zichtbaar was die richting de money market funds vloeide. En dat hebben we eerder besproken. Hè? Natuurlijk de fondsen waarin je de marktrente nog kon krijgen op je geld. En dat was natuurlijk veel interessanter dan je geld stallen bij een bank, waarbij je het risico had dat de bank omviel en de rente naar verhouding heel laag was. Ook Fidelity International die rapporteerde een 8% jaar op jaar uplift in de money market funds. Dus ondanks dat Isabel Snabel dus zei, we hebben geen outflows gezien, bleek dat dus echt even heel anders te zitten. Een aantal weken later, een aantal dagen later. En we zien dat dus nu opnieuw, althans die mogelijkheid is er. Deposit flows are stable, zegt de Treasury in Amerika dus. En natuurlijk zegt de Treasury in Amerika dat. Want als de Treasury wat anders zou zeggen, dan zou er direct paniek ontstaan. Men heeft het over outflows, die zouden dus stabiel zijn. Maar je vraagt je af of dat daadwerkelijk het geval is. Wat we terugzagen afgelopen week was dat de FDIC, die dus nauw verbonden was met het overnemen van de First Republic Bank door JP Morgan Chase, die kwam ineens naar buiten met het bericht, ook op 4 mei, dat zij hun Deposit Insurance Fund wilde gaan hervullen. En dat wilden ze doen door grote banken meer fees te laten betalen. Dus het is toch wel bijzonder dat de FDIC ineens naar buiten komt met, hé jongens, dat fonds, dat moet gevuld worden. Ja, en als we het dan toch over de banken hebben, dan fiets ik deze afbeelding er met een dikke knipoog graag even in. Want voor een van de gebouwen zou naar verluid afgelopen week een vrachtauto gereden zijn met daarop de Treasury Secretary, mevrouw Yellen, de oud-voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank, met de tekst daarop, be your own bank, terwijl mevrouw Yellen een briefje vasthield met buy Bitcoin erop. Dat zegt in mijn optiek wel genoeg. Dit is natuurlijk met een dikke knipoog, hè, dat weet je wel. Maar zet dit wel even goed in je geheugen. Dit was de reden waarom Bitcoin ooit ontstond. Het feit dat je je eigen bank kan zijn en dus geen risico van een derde partij hebt voor het eventueel omvallen, voor het eventueel falen van het beleid. Als het gaat over centraalbankieren, maar ook als het gaat over de commerciële banken die zich niet goed afgedekt hebben met renteswaps, maar ook als het gaat over het beleid vanuit de beleidsmakers die de regels
net niet strak genoeg getrokken hebben om ook die kleinere banken goed te reguleren. Ik kwam deze week een column tegen van Corné van Zijl. En deze column luidt Bankencrisis deel 2. En hij zei, ik had gedacht dat we nu wel uit de bankencrisis zouden zijn. En dat is dus niet het geval. En dat is best bijzonder dat hij dit zegt, dat hij dit had verwacht. Want de afgelopen weken hebben we veelvoudig besproken, als er één bank gaat, als er twee banken gaan, daar blijft het niet bij. Het zullen er meerdere zijn. En we hebben ook veelvoudig gezegd, het is een opeenstapeling van dat wat er in den beginnen fout gegaan is. Waarin ik me roepend voelde in een woestijn en niemand wilde luisteren. Het feit dat er een risico was op hoge inflatie. Het feit dat de centrale bank in deze de rente te lang te laag gehouden heeft. En niet op tijd, toen de economie nog krachtig genoeg was, die rente heeft verhoogd. In deze zagen we een aantal dingen die anders waren dan de crisis in 2008. Maar de vraag is of de bankencrisis nu uitgedoofd zal zijn. En Corné van Zijl die zegt, ik denk, of is het ik hoop, dat deze bankaire crisis nu zal uitdoven. Al wacht de volgende crisis alweer om de hoek. En ook komen de problemen waarschijnlijk uit de onroerend goedsector. En dit is een belangrijke, want die onroerend goedsector is een sector die we vaak besproken hebben. En daar begint het mee. In 2008 zagen we natuurlijk die kredietcrisis ontstaan, die huizenmarktcrisis ontstaan. Vervolgens een financiële crisis die ook overvloog naar Europa. Zo begint het. Het is een opeenstapeling van al die kleine probleempjes, al die kleine schuurtjes die later zorgen dat dat kaartenhuis rustig aan in elkaar ploft. En begrijp me niet verkeerd, hè? Want de afgelopen weken krijg ik heel vaak de reactie van mensen die zeggen, Madelon, je bent zo ongelooflijk negatief. Waarom ben je in vredesnaam zo negatief? Je kan toch ook wel een keer positief nieuws bespreken. Nou, in mijn optiek is iedere daling, iedere neerwaartse beweging ook weer een mogelijkheid voor een kans. En vergeet niet, op iedere markt zijn altijd kansen te vinden. Of dat nu gaat over de vastgoedmarkt, of dat nu gaat over de aandelenmarkt, of dat nu gaat over de banenmarkt. Het maakt niet uit waar het over gaat. Er zijn altijd kansen en altijd mogelijkheden. Onthoud dat. En mijn functie in deze is om je wakker te schudden. Om je te vertellen dat de beleidsmakers, we gaan zo meteen een rapport bekijken van de Nederlandse Centrale Bank. En dan ga je zien, het gaat over de vastgoedmarkt. Dan ga je zien dat heel veel niet te sturen valt. Dat heel veel niet duidelijk is. Dat modellen aan elkaar hangen van, ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Mijn doel, het feit dat ik hier zit, is om je wakker te schudden. Om je te laten zien dat er beleidsmakers zijn die het ook allemaal niet zo goed weten. Dat is niet erg, maar zorg in ieder geval dat je begrijpt dat niet alles altijd, ook als we kijken naar onze monetaire geschiedenis, in perfecte banen geleid wordt. Maar dat neemt niet weg dat er altijd kansen zijn. En ik zit hier om te pleiten voor een beter monetair beleid. Laat dat duidelijk zijn. En we hebben het vaak over het monetair beleid. Maar je weet, ik ben ook ondernemer. Ik heb een bedrijf. Er zijn ontzettend veel mensen die met ons samenwerken. Ontzettend veel mensen die afhankelijk zijn van de content die we maken. En dat doen we met heel veel liefde en met heel veel passie en overgave. Maar dat zorgt ervoor dat je ook kijkt naar de kansen. En in deze video's doe ik dat geregeld wat minder. Ik kijk vooral naar de dingen die niet helemaal goed gaan. En ik wil je waarschuwen voor de dingen die niet helemaal goed gaan. Maar dat neemt dus niet weg. Ook op de vastgoedmarkt kan het zijn, stel nou dat je een huis wil kopen, ik noem maar even wat. En dat is heel erg moeilijk. Geef dan niet op. Zorg dat je gaat kijken. Laat het aan de hele wereld weten dat je op zoek bent naar een huis. Gooi briefjes in de brievenbus. Doe gekke voorstellen. Je kan het zo gek niet bedenken of er zijn altijd kansen en mogelijkheden. Ook in markten die neerwaarts gaan. Ook als het lijkt dat het niet zo is. Goed, genoeg hierover, want er zijn dus, hè, ik wil echt even heel duidelijk gesteld hebben dat het niet zo is dat ik hier zit om angst te zaaien of dat ik hier zit voor, hè, het feit dat ik je bang wil maken of dat ik mijn producten aan je wil verkopen. Dat is niet de reden dat ik hier zit. Ik wil je wakker schudden. Dat niet alles zo is als dat je misschien op voorhand had gedacht. En ik hoop dat dat gelukt is. Laat ook even een reactie achter wat je van dit verhaal vindt. Dan misschien
kijk je er nu wel op een hele andere manier naar. Of misschien denk je, nou, zo'n nul, maar wat, het kan ook. Maar goed, in de basis gaat het even om het monetair beleid. Daar is het een en ander misgegaan. Terwijl je zou mogen verwachten van zo'n groot en belangrijk instituut, die zo'n mega inmenging heeft over alles wat wij in ons dagelijks leven doen als het gaat over financiën. Dan zou je toch verwachten dat zij de waarheid in pacht hebben. En dat blijkt dus niet helemaal zo te zijn. Goed, even terug naar die column van Corné van Zijl. Want we hadden het dus over het feit dat hij hoopt dat de bankencrisis zal uitdoven. Maar hij ziet ook dat het volgende probleem weer om de hoek komt kijken. En dat is namelijk de onroerend goedsector. En wat hij benadrukt in zijn column is dat regionale banken veel onroerend goedleningen uit hebben staan. En dat betreft dus niet alleen de goede hypotheekleningen, maar ook bijvoorbeeld de aftakelende winkelcentrumleningen of de zakelijk vastgoedleningen. Niet alleen dus de retail, maar ook de kantoorpanden en dergelijke. En daar hebben we toch een behoorlijke hoeveelheid exposure uitstaan als we kijken naar die banken. Het totaal staat er voornamelijk 4500 miljard aan dit soort leningen uit. En dat is een totale hoeveelheid van de Amerikaanse banken, als je kijkt naar de balansen, van 38%. Dus uiterst bijzonder. En wat we daarnaast zien, is dat ook Charlie Munger, we hadden het net even kort over Warren Buffett. Charlie Munger is de partner in crime van Warren Buffett. Die is overigens al 99 jaar. Die verwacht nog veel meer bankenpijn. En niet alleen in de orde van grootte van de crisis van 2008. Nee, het zou in deze meer gaan om leningen die geen acuut probleem veroorzaken op dit moment, maar dit zou volgens hem een langdurig, zeurend hoofdpijndossier worden. En eigenlijk is het ook wel weer in lijn met wat Mohammed El Ayran zei enkele weken geleden, toen we de bancaire crisis aan het uitdiepen waren. Die zei, dit is totaal anders dan in 2008. Toen was het patsboom en de hele markt stond in één keer, kwam tot stilstand. De paniek op de beurs was heel groot. En nu is het een heel erg langzaam, voortslepend proces, waarbij je dus niet ineens patsboom, klap, een probleem hebt wat er ontstaat, maar een langzurend iets. En ook Kristalina Georgieva, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds, die had het afgelopen week over het feit dat de stijgende rente voor het exposen van banking vulnerabilities zou zorgen. Exposed banking vulnerabilities in the financial sector. En ze heeft het over een rapid acceleration. Dus die snelle stijging van die rentes, die zorgt ervoor dat de risico's, die vulnerabilities, bij de financiële sector nu blootgelegd worden. En dat de risico's omtrent schulden eveneens steeds groter worden. Dus ook het Internationaal Monetair Fonds die waarschuwt voor het feit dat hier wellicht meer achterweg komt dan enkel en alleen het ontstaan van die gevaren bij banken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hele shift van de de-dollarization, over de BRICS, over de nieuwe economische blokken waar we de komende weken vaker over zullen spreken. En we hebben het nu nog vrij klein gehouden. Kristalina Georgieva die zei, wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt is een race ondenkbare gebeurtenissen. We hebben het gehad over lockdowns, over een oorlog, over een enorm snel oplopende rente en tussendoor het veel te lang, veel te laag blijven van die rente. Ja, en zij zegt hier tegelijkertijd, everybody recognizes that unless we create a better mechanism for debt restructuring, everybody loses. Dus iedereen verliest, tenzij we schulden kunnen gaan herschikken. En wellicht kun je het je nog herinneren, 2,5 jaar geleden, de tweede Madelon Navigeert video met Arno Wellens. En Arno Wellens zei, als het aan mij ligt, moeten we echt heel veel pijn lijden, maar moeten we van die schulden af. En dat is een hele zure appel waar je doorheen moet. Maar hoe langer je dit oppompt, hoe pijnlijker het wordt voor iedereen. En dat zegt dus nu ook Kristalina Georgieva, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds. En ze zegt tegelijkertijd, we need to walk together, because if we don't, there will be a catastrophe for many countries. Dus als we niet samenwerken, zullen veel landen een catastrofe ervaren. Ja, van het Internationaal Monetair Fonds gaan we eventjes weer terug naar Europa, terug naar de Europese Centrale Bank, die
de rente te lang te laag gehouden heeft. Dat veranderde in 2022 toen de ECB aangaf een andere koers te willen varen. Het opkoopbeleid werd afgebouwd, het opkopen van staatsobligaties. Die voet die ging van het gaspedaal af. Vervolgens ging de andere voet enigszins op de rem, want de rente ging in rap tempo omhoog. En nu is de vraag, komt die inflatie omlaag? Hoewel de inflatie nog nauwelijks naar beneden wil komen, zien we wel dat de bedrijvigheid ziender ogen aan het afnemen is. En dat is toch wel enigszins het doel van de Europese Centrale Bank. Want je wil dat er minder vraag ontstaat naar goederen en diensten. Want dan kan je een neerwaarts effect op de prijzen teweeg brengen. Want een lagere vraag betekent lagere prijzen. Korting, zou je kunnen zeggen. Dus dat is wat de Europese Centrale Bank zou willen bewerkstelligen. Een lagere economische groei. Banken die zagen in het eerste kwartaal daarnaast ook iets interessants gebeuren. Want zij zagen dat de vraag naar bedrijfskredieten enorm afnam. De grootste afname sinds de kredietcrisis. Dus bedrijven hebben tegelijkertijd door die hoge rente ook minder vraag naar geld voor research and development, geld voor personeel. Want ze gaan meer afwegen. Ze gaan kijken, is het het waard als ik tegen pak een beet 10%, want bedrijven betalen veel meer rente dan jij en ik als we een hypotheek aangaan. Is het het waard als ik 10% rente moet betalen om deze productlancering te kunnen financieren, de ja of de nee? En bedrijven die zien nu dat dat misschien wel niet helemaal het geval is. En hier zien we een interessante combinatie van die kredietcrisis die mogelijk aanstaande is, waar we het eerder over gehad hebben. Want niet alleen de vraag vanuit bedrijven neemt af, maar we zien ook dat banken inderdaad hun kredietvoorwaarden aan het bijstellen zijn. Volgens de Europese Centrale Bank zijn de kredietvoorwaarden sinds 2011, ten tijde van de schuldencrisis, niet meer zo streng geweest. Dus je zou kunnen spreken van het feit dat we aan de vooravond van een kredietcrisis staan. Dat is dus nu ook bevestigd. Dat waren eerst vermoedens. Banken die laten overigens ook nog weten dat voor het tweede kwartaal de eisen voor het vergeven van krediet nog verder aangescherpt zullen worden. En dat zullen dan in den beginnen vooral de risicovollere leningen zijn. Maar in deze komt dit dus wel neer op het feit dat er een neerwaartse beweging komt in onze economie. Er is minder vraag naar krediet vanuit bedrijven. Er zullen dus ook strakjes minder banen beschikbaar zijn. En dat mag ook wel enigszins, want onze arbeidsmarkt is nog steeds oververhit. Dat was voor Amerika ook de reden om te zeggen, we zijn nog niet in een recessie beland. Die gingen niet akkoord met twee kwartalen van een neerwaartse groei. Nee, die zeiden onze arbeidsmarkt is nog te sterk. Nou, dat gaan we de komende periode neerwaarts zien bewegen. Ja, en ondanks dat de economie dus al in die neerwaartse spiraal terechtgekomen is, verhoogde de Europese Centrale Bank de rente afgelopen week met 25 basispunten, 0,25%. Naar 3,25 van 3,0 natuurlijk. En dat moest ook wel, want de inflatie was nog, is tot op heden nog steeds veel te hoog. Bijna 100% meer dan dat het mandaat voorschrijft. En dat betekent dus dat de Europese Centrale Bank eigenlijk geen kant op kan. Ondanks dat zien we wel dat het beleid enigszins minimaal haar vruchten begint af te werpen. En dat betekent ook dat de grootte van de stap, dus die 25 basispunten in plaats van 50 basispunten, dit keer lager is. Christine Lagarde hoopt dan ook de inflatie terug te kunnen brengen naar die 2%. Maar tot op heden laat een survey van de Europese Centrale Bank zien dat het toch langer gaat duren om die inflatie terug te brengen naar die 2%. Hoe kan het ook anders? Wie had dat verwacht? De verwachting is nu dat het tot 2025 zal gaan duren voordat die inflatie weer ergens rond de 2%, 2,1, 2,2% zal gaan liggen. Dus dat scheelt nu alweer 0,1% ten opzichte van wat men in het begin van Q1 voorspeld had. Dit is de Q2-survey. Dus dit betekent dat het langer gaat duren om inflatie terug te brengen. En dat betekent dus inflatie op inflatie op inflatie. Net als het rent-op-rent effect. Ja, en mijn verwachting is dat de Europese Centrale Bank nog niet aan het einde van deze renteverhogingen is gekomen. Maar in Amerika zit dat wel anders. Want Jerome Powell gaf afgelopen week ook een persconferentie waarin hij aangaf de rente met een kwart punt
te verhogen. 0,25%. En dat ze meer op data gefocust zullen zijn als het gaat over hun beleidsbeslissingen. Op de data die op dat moment beschikbaar is. In mijn optiek is de kans heel groot dat dit de laatste renteverhoging was vanuit de Federal Reserve. En we hebben Jerome Powell ook horen praten over de bancaire crisis. En hij gaf aan dat het bancaire systeem resilient is, dus sterk genoeg, veerkrachtig. En hij had ook niks anders kunnen zeggen overigens. Want als hij had gezegd dat er paniek was, dan was er paniek alom geweest. En dat kan natuurlijk niet. De Fed verhoogt de rente, ook het FD die zegt dit is mogelijk de laatste keer. En in mijn optiek is die kans ook vrij groot. De Federal Reserve heeft dus nu haar rente verhoogd met 25 basispunten naar een bandbreedte van tussen de 5 en de 5,25%. En als we dan eventjes weer teruggaan naar Europa, dan zou je dus een inschatting kunnen maken van wat er in Europa gebeurt. In Amerika begon men eerder met het verhogen van de rente. In mijn optiek is het dan ook verstandig dat ze in Europa nog even wat langer doorgaan met het verhogen van de rente. Ik schat dat er nog 1 à 2 renteverhogingen nodig zullen zijn van pak een beet 0,25%. En dat we dus tegen de zomer aan het einde van die renteverhoging spiral zullen gaan zitten. En ze moeten wel, want ook in april schiet de inflatie dus weer omhoog. En niet zo'n beetje ook. We spreken over 5,2%, waar het mandaat van de Europese Centrale Bank op 2% ligt. We gaan ook even kijken naar wat dat doet met de huizenmarkt. Want volgens de Nederlandse Bank is een koophuis iets betaalbaarder voor de starter door de loonstijging. En ik wilde dit even kort bespreken, want loonstijgingen spelen enigszins een belangrijke rol in die hogere huizenprijzen. We weten natuurlijk dat de financieringsruimte van de koper gelijk loopt met de huizenprijs. Uit het onderzoek van 2020 is dat gebleken vanuit de Nederlandse Bank. Daar is nu een hernieuwd onderzoek over geschreven. Daar gaan we zo naar kijken. Maar eerst even kort die loonstijging, want DNB die zegt dus: een koophuis wordt betaalbaarder als je loon meestijgt. En dat is logisch, want je kan daardoor meer hypotheek krijgen. En daardoor komt automatisch met iedere loonstijging die er is, het niveau van die huizenprijzen ook telkens een stukje hoger te liggen. Dus de kans dat de huizenprijzen maar constant omlaag zullen gaan is relatief klein. Dat kan alleen als je te maken hebt met een deflatoire omgeving. En tegelijkertijd, dus een munt die steeds meer waard wordt. En tegelijkertijd ook te maken hebt met loondalingen. Nou, de kans dat dat gebeurt is nagenoeg nihil. Ja, we duiken nog even kort in een onderzoek van de Europese Centrale Bank over kredietnormen en kredietverstrekkingen. Want zoals ik net al zei, zien we dat de hoeveelheid kredieten die verstrekt worden op zakelijk vlak steeds minder zijn en dat de vraag naar kredieten op zakelijk vlak ook steeds minder is. Laat de Europese Centrale Bank nou net een rapport hebben geschreven over het eerste kwartaal van 2023 als het gaat over hoeveel banken in Europa uitgeleend hebben. Ja, de kredietnormen voor bedrijven zijn niet alleen aangescherpt. Ook voor hypotheken zijn ze in het eerste kwartaal van 2023 verder aangescherpt. Terwijl de vraag naar leningen als het gaat over bedrijven sterker afnam, zagen we ook dat de vraag naar hypotheken verder afnam. Dus dat is uiterst bijzonder te noemen. We zien zowel in de zakelijke tak als in de particuliere tak dat dus er minder vraag is naar krediet, minder vraag is naar dus ook woningen. Ondanks dat men constant zegt er is een woningtekort, ziet dus dat er minder aanvragen gedaan zijn omtrent hypotheken. Ja, en nu gaan we die twee samenvoegen. We gaan het verhaal omtrent de banken en het verhaal omtrent de kredieten nu even bij elkaar brengen. De kredietverlening wordt dus minder en strenger. En wat is er nou gebeurd? De toezichthouder die toezicht houdt op de bancaire sector in Nederland, die kijkt ook naar kredietverlening en hoeveel gelden er bij bepaalde banken staan. En nu is het zo dat Knab Bank onder druk van DNB honderden miljoenen aan krediet heeft moeten schrappen. Toezichthouder DNB die bleek namelijk aanhoudende twijfels te hebben over de risicobeheersing bij Knab Bank. Onder druk van DNB heeft Knab daarom voor honderden miljoenen aan kredieten
afgestoten om op deze manier van de problemen af te komen. Dus dit is interessant. Hierbij zie je dus dat een bank volgens de toezichthouder haar risico's niet helemaal duidelijk in beheer heeft, niet helemaal goed onder controle heeft. En wat zegt DNB dan? Die kredieten, die moet je afstoten. Daar moet je, die moeten weg. Dus waar zorgt dit voor? Dat er minder ruimte is voor kredietverlening. En tegelijkertijd ook een mogelijk risico zou kunnen zijn voor knappe bank. Want als spaarders hier achter komen, kunnen die daar natuurlijk ook weer onzeker van worden. Dus dit is waar het verhaal samenkomt. Zo zie je dus dat dat bommetje wat heel klein begon, steeds groter begint te worden. Ook de Nederlandse Bank die schreef erover dat steeds meer banken een daling in de vraag naar hypotheekleningen terugzien. Ja, en dan denk je dus, die prijzen van woningen die moeten gaan zakken. Nou, de prijzen van bestaande woningen die zullen dus ook zeker, zal de conclusie zijn, gaan zakken. Maar als het gaat over de nieuwbouwwoningen, wordt er gesteld dat die maar langzaam zullen zakken. En dat komt omdat de kosten van materialen, de kosten van energie en natuurlijk de kosten van personeel, die voeg ik er even aan toe, toenemen. En dan is het dus lastig om nieuwe woningen in de markt te gaan zetten. Ja, en dat verhaal over die nieuwbouwwoning is eigenlijk constant een kostenbatenverhaal. Want als dus de prijzen veel te duur zijn door de inflatie, dan ga je dus krijgen dat er steeds minder gebouwd gaat worden. Dat er minder interesse gaat zijn vanuit deze ontwikkelaars om woningen in de markt te gaan zetten. En laat de Europese Centrale Bank nu net een rapport hebben uitgebracht waarin ze uitgezocht hebben hoe ze de investeringsmarkt omtrent huizen beter kunnen gaan inschatten. We zien hier ook Nederland terug. Dit is data die tot 2019 gaat. En dit rapport, 40 pagina's stellend rapport, je kan hem gewoon opzoeken als je dat leuk vindt. Forecasting Housing Investments in dus tal van verschillende landen in Europa, die richt zich voornamelijk op het verbeteren van de voorspellingen en het modelleren van woninginvesteringen. Als het gaat over investeringen in de toekomstige woningen. Ja, en het doel van dit rapport is het feit dat zij beter bij de Europese Centrale Bank beter een inschatting kunnen maken, of eigenlijk een voorspelling kunnen maken door middel van modellen als het gaat over investeringen in de woningmarkt. En hierbij gaat het niet alleen specifiek om toekomstige investeringen, maar het doel van het onderzoek is dus voor forecasters en modelleurs om betere tools te bieden, zodat risico's beter beoordeeld kunnen worden bij het voorspellen van investeringen in woningprojecten. En dit zou je kunnen schalen onder de econometrische modellen. Die probeert men dus te verbeteren. En het gaat voornamelijk over krimpfasen en het eventueel lijden van onnodige verliezen en faillissementen. Dus dit is uiterst interessant. Dus even terug naar het gehele verhaal. De Europese Centrale Bank die publiceert dus afgelopen, ik kan het nu niet terugvinden wanneer het gepubliceerd is, maar afgelopen week of afgelopen 2 weken publiceert zij een working paper over het beter kunnen voorspellen van de huizenmarkt als het gaat over investeringen. En we zien dus nu dat er veel te doen is over die nieuwbouwwoningen en over die investeringen. Inflatie is in deze overigens helemaal niet meegenomen. Dat is ook nog wel een belangrijke factor. Maar het is uiterst interessant dat ze dus op zoek zijn naar betere modellen. Dit toont wel aan hoe weinig we eigenlijk weten. En ondertussen zagen we op Zero Hedge de volgende kop verschijnen. Blackstone's Breed suffers 6th constructive month of withdrawals as CRE deteriorates. Dus wat is hier aan de hand? We zien opnieuw de 6e op 1 volgende maand dat beleggers geld halen uit Breed. En Blackstone heeft verzoeken of inlossing van beleggers van het vastgoedfonds waar 70 miljard dollar aan vermogen in zit, al zes maanden op rij weten te beperken. Terwijl we dus nog steeds zien dat er donkere wolken hangen boven het commerciële vastgoed. Uit een maandag gepubliceerde brief die naar investeerders is gegaan, valt te lezen dat er meer dan 4,5 miljard dollar opgenomen zou moeten worden uit het fonds, maar dat kon niet. Dus er is slechts voor 1,3 miljard dollar opgenomen en dat is slechts 30% van het totale bedrag. En dat komt natuurlijk omdat vastgoed ontzettend illiquide is. Dus die beleggers die willen er allemaal uit, maar die kantoorpanden moeten wel worden verkocht. En niet tegen een
te lage prijs. Dus het is uiterst interessant wat er zich hier afspeelt. En de conclusie in deze is dus dat er wel zorgen zijn vanuit beleggers voor voornamelijk die commerciële vastgoedmarkt. Dus als je dan nu even een hele korte conclusie hiervan wil maken, is het feit dat op dit moment de nieuwbouwwoningen het minst hard in prijs dalen. En dat heeft alles te maken met de inflatie. Tegelijkertijd is de Europese Centrale Bank op zoek naar nieuwe modellen om eventuele risico's, faillissementen van bijvoorbeeld bouwbedrijven of van investeerders tegen te kunnen gaan. En we zien dat de outflows in het commercieel vastgoed, voornamelijk commercieel vastgoed, enorm zijn. En dat men die outflows zelfs probeert tegen te gaan. Dat de assets dus super illiquide zijn. En vervolgens vraag je je af, oké, alles leuk en aardig, maar hoe zit het dan met de reguliere huizenprijzen, de reguliere vastgoedmarkt, het brede begrip, zonder dat we enkel en alleen naar nieuwbouw kijken. En laat nu afgelopen week er een rapport gepubliceerd zijn over financieringsruimte en huizenprijzen. Ja, en er staan tal van interessante dingen in dit rapport, maar ik haal even één klein stukje eruit. We gaan de komende weken dit rapport verder uitdiepen hoor, maak je geen zorgen, maar we beginnen even met het volgende. Want ze hebben hier gebruik gemaakt van een bepaald model. En dit model, dat is in het leven geroepen door Sven Damen, The Effect of Mortgage Interest Rate Deducting and Mortgage Characteristics on Housing Prices. Kun je gewoon terugvinden als je dat interessant vindt. Ze hebben dus een vergelijkbare methode gebruikt. En ze hebben hier een aantal, nou ja, toch wel enigszins aannames gedaan. Ze gaan uit van een bruto inkomen van een bepaald percentage. Ze gaan uit van 0,5% pensioen. Ze gaan uit van verschillende studies omtrent de Nederlandse woningmarkt en pakken een bepaalde range van tussen de 5,2 en 8,6%. Goed, op basis hiervan wordt er gesteld dat er inderdaad, hè, volgens het model dus, blijkt dat een belangrijke drijfveer voor de huizenprijzen de financieringsruimte is. In tegenstelling tot het aanbod van woningen. Dus men die zegt, ja, er is een tekort aan woningen. Dat zal, maar de belangrijkste drijfveer, of een belangrijke drijfveer, is de financieringsruimte van de koper. Een rentestijging van 2,5% leidt volgens dit model tot een huizenprijsdaling van 14% na 5 jaar. Dat is interessant, want er staat hier ook een grafiekje bij. We zien hier de hypotheekrente, waar dus 2,5% bij opkomt. Dat zou dus in 5 jaar tijd tot een daling van huizenprijzen van 15% resulteren. Maar je ziet ook een paar grafiekjes omhoog gaan. En daarbij hebben ze gekeken naar het inkomen. Ze zijn dus uitgegaan van een inkomensstijging in 2022, 2023 en 2024. Op basis van de data van de Nederlandse bank. En dan kom je dus uit op een huizenprijsstijging. Hier kom je ook uit op een huizenprijsstijging. Hier kom je uit op nog steeds een daling, maar een hele lichte daling. En dit is natuurlijk het scenario waarin je wel een behoorlijke stijging hebt van de hypotheekrente plus 4% punt en tegelijkertijd ook een inkomensstijging hebt. Dus wat zij hier stellen is, ja, het klopt dat de financieringsruimte van de koper inderdaad een hele belangrijke drijfveer is als het gaat over de huizenprijzen, maar de loonstijgingen spelen ook een hele belangrijke rol in de betaalbaarheid van woningen. Want als jouw loon dus stijgt, je salaris stijgt, kun je dus meer lenen. En daarom heb je dus ook dat plafond van die huizenprijzen, of eigenlijk dat dieptepunt van die huizenprijzen steeds hoger begint te liggen. Maar er is hier iets geks. Want ze hebben natuurlijk gebruik gemaakt van een model, een econometrisch model. En ik ga me hier nog veel meer in verdiepen de komende weken. Maar wat ik je eventjes wil vertellen is dat deze zou het meest voor de hand liggen. Want je hebt natuurlijk te maken met een hypotheekrentestijging, laten we zeggen een 4% rentestijging. En tegelijkertijd stijgt je inkomen ook mee. Dat lijkt me het meest logisch. Het scenario waarin alleen het inkomen stijgt en de hypotheekrente niet, dat is niet aan de orde. En hier zien we een beetje half af. En hier zien we alleen een hypotheekrentestijging en geen idee. Goed, het meest voor de hand liggend is dat je inkomen stijgt en hypotheekrente stijgt. Maar let op, dan komt men uit, gecombineerd met inkomenseffecten, tot een daling die aanzienlijk lager is dan een daling wanneer je enkel en alleen uitgaat van die rentestijging van 2,5%. Dan kom je namelijk uit op een daling van 3% na 3 jaar. En vervolgens zou je dan kunnen stellen, oké, interessant,
Maar we hebben alleen nu al een daling van 8,2% gezien in het eerste kwartaal van 2023. De rentestijging leidt volgens dit model tot een huizenprijsdaling, 14% in 5 jaar tijd. Maar hoe kan het dan dat als ze dit model gebruiken en wij nu, terwijl dus de lonen stijgen, en ook niet zo'n beetje ook, want dat hebben we vorige week geconcludeerd, vrij rap, pak een beet 7,5%, en tegelijkertijd de financieringsruimte van de koper wel afneemt, want de kredietnormen die gaan dus op hoog, dat weten we nu al, die kredietnormen zijn hierin niet meegenomen, en de rente ook nog eens stijgt en nog even blijft stijgen. Hoe kan het dan dat ze dus hier uitgaan van 14% in 5 jaar, terwijl wij in 1 kwartaal al 8,2% daling hebben gezien? Hier zit een beetje een discrepantie. En nu zie je ook dat die modellen waar dus mee gerekend wordt, dat die voor een heel groot deel gebaseerd zijn op data uit het verleden, maar ook behoorlijk wat foutmarges hebben. Dat zie je ook terug in de bronnen die worden gebruikt. Maar wat het interessante hierin is, ik ga niet alles te ver uitwijzen. Wat dus het interessante hierin is dat ik al tot de conclusie kom dat het misschien een beetje te rooskleurig is. Maar laat me even weten wat jij hiervan vindt. We kunnen dit later nog een keer diepgaander bespreken. Nu, omwille van de tijd, ik klets alweer veel te lang, gaan we eventjes door. Maar laat me even weten, als je hier meer over wil weten, dan gaan we hier natuurlijk wat meer de diepte over in. We gaan nog heel even naar de Amerikaanse economie, want die zou op weg zijn naar een flinke recessie. Ook het economisch beeld in Nederland is opnieuw negatiever. We zien hier dat we onder de nulgrens zijn gegaan. Die lag rond het ongeveer 2017. En we gaan dus rustig aan. Niet in één keer een patspoemdaling, maar een rustige daling. En dit is eigenlijk compleet in lijn met dat wat analisten de afgelopen periode al zeiden en wat nu steeds meer bevestigd wordt. Wat we wel zien is dat in Duitsland de factory orders met 10,7% gedaald zijn in de maand maart. Dat is nogal wat. En helemaal als we kijken naar Nederland en Duitsland die vrij gelijke economieën hebben. En waar resulteert dat in? De banking crisis, de onrust in de economie zorgde ervoor dat goud een all-time high bereikte afgelopen week. En dit hebben we natuurlijk veelvoudig besproken. Goud als onderdeel van mijn portefeuille in ieder geval. Zilver eveneens. En dat ik alleen maar meer bevestigingen kreeg dat het inderdaad een goede keuze was om die portefeuille verder uit te breiden. En in mijn optiek, die all-time high die we nu zien, dat zou een kortstondig weerstandsniveau kunnen zijn. En vervolgens is daar meer ruimte opwaarts als deze huidige monetaire gebeurtenissen zich aanhouden. Althans, dat is mijn analyse die ik hierop loslaat. En voor mij ook een reden om te zeggen, de portefeuille die ik nu heb, die houd ik aan. Hoe jij dat doet, moet je lekker helemaal zelf weten. Maar dit is wel de visie op het geheel die ik op dit moment heb. En het maakt het uiterst interessant om te zien dat dat nu bevestigd wordt. Ik kan je later nog wel iets meer uitleggen over die goudmarkt en over de recordprijs die we dus nu gezien hebben van $2,072 volgens Refinitiv. Wil je daar meer over weten? Laat me dat dan hieronder even weten in de reacties. Dan kunnen we daar later dieper op ingaan. Ja, en je ziet dus het belang van ervoor zorgen dat je kennis on point is. Dat je voldoende kennis hebt over alles wat er zich op de financiële markten afspeelt. Maar ook dat je mindset de juiste is. Ondanks dat je dus ziet dat ik vaak gebeurtenissen aanhaal die wat minder positief zijn, zijn er altijd kansen. Die mindset die moet er wel zijn. En tegelijkertijd kijk je ook naar, nou, hoe kan ik zelf een resilient, dus een veerkrachtige portefeuille opbouwen. Zoals dat bij banken ook eigenlijk zou moeten zijn. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik financiële rust ervaar? Dat is zo ontzettend belangrijk. Dat kun je doen door je beleggingsportefeuille zo te allokeren dat dat voor jou rust geeft. Maar dat kun je ook doen door bijvoorbeeld te kijken naar meerdere inkomstenbronnen. Door aan die kant meer naar jezelf toe te halen. En zo bescherm jezelf op tal van verschillende manieren. Met je kennis, via je inkomsten, via je uitgaven, via je investeringsportefeuille, via je kennis natuurlijk bovenal. En daarnaast is het ook belangrijk om
op het moment dat je online zit, online bezig bent, jezelf ook te beschermen. Je weet waarschijnlijk wel dat ik afgelopen periode ontzettend vaak het belang van het veilig surfen op het internet heb aangehaald. Zoals je weet is NordVPN onze partner. Ik gebruik al meer dan 10 jaar VPN services, omdat ik het van belang vind dat als ik op een website zit of als ik gebruik maak van bijvoorbeeld de app van Ledger Live, dat het niet inzichtelijk is wat mijn IP-adres is, waar ik op dat moment zit. Want jouw IP-adres kan achterhaald worden en vervolgens kan men weten waar jij zit. En ik kan me indenken dat dat niet prettig is. Je wil niet dat websites alles van je kunnen volgen. En als je ergens op een vliegveld gebruik maakt van een open internetverbinding, wil je dat dat veilig is. Dit is de reden dat ik gepartnerd ben met NordVPN. Voor mij is dit iets wat ik op dagelijkse basis gebruik en wat voor mij ontzettend van belang is. Is dat voor jou ook zo? Check dan even de link hieronder die ik heb klaargezet en het i'tje hierboven. Je kan gebruik maken van de actie van NordVPN als je dat wil. Als je je daar geroepen toe voelt, voel je je daar niet geroepen toe. Doe het al lekker niet. Maar het is een tip van Flip die je kan meenemen. Goed, we gaan nog heel even naar dit nieuws. Want dat vond ik ook wel even leuk om te vermelden. De eerste artikelen met Bitcoin gaat naar $100,000. Die verschijnen weer. Bitcoin could hit $100,000 by the end of 2024. Standard Chartered says. Ja, en dit is waar het interessant wordt. Want Standard Chartered is een grote financiële instelling. En zij voorspelt dus dat de waarde van de Bitcoin, de grootste cryptomunt die we kennen, naar $100,000 zou kunnen gaan eind 2024. En dan vraag je je natuurlijk gelijk af, hoe kan het dat zij dit voorspellen? Er zijn verschillende factoren die ze aanhalen. Onder andere de onrust in de traditionele bankensector. Daarnaast hebben ze het over de stabilisatie van risicovolle activa's. En het verbeteren van de grote sector die achter de cryptomarkt of achter Bitcoin hangt, namelijk de winstgevendheid van de mining sector. Daarnaast stellen ze dat Bitcoin wordt gezien als een veilige haven voor investeerders en een manier om waarde te kunnen opslaan en te kunnen overmaken. En dat de Europese regelgeving, de MiCA-wetgeving, dat die een positieve stempel achterlaat op de Bitcoin-markt als geheel. Dus zij zijn heel positief hierover. Maar volgens mij is er nog iets wat in dit stuk niet helemaal voorbij kwam. En dat is namelijk het feit dat we aan de vooravond van de Bitcoin-halving staan. Het duurt nog een jaar. 11 mei 2020 was de laatste Bitcoin-halving. 11 mei 2020. En ongeveer iedere 4 jaar zou er zo'n halving plaats moeten gaan vinden. En als we nu kijken naar de blockcount, dan zou dat ergens volgend jaar in mei moeten gaan plaatsvinden. En normaal gesproken is het zo, als Bitcoin aan de vooravond staat van een halving, dat de koers dan ook enigszins begint op te lopen. We zien hier de Bitcoin Halving Price Index vanaf het dieptepunt opwaarts bezien. En we zien hier ook even de nieuwe cycle. Nu hier zou dan de halving zijn. En wat gebeurt er vaak na de halving? Gaat een koers, de koers van Bitcoin, vaak rap omhoog. Eerst 540 keer, toen 112 keer en de laatste keer 21 keer. Nou, laat dat dan nu 3 keer gaan. Dan is het nog steeds een vrij rap beweging. En je ziet dat iedere keer die cycli zo ontzettend erg op elkaar lijken. Dat is uiterst interessant om terug te zien. En dit is de vierde era die we hier zien, waar we ons nu in bevinden. En we zijn dus nu op weg richting die halving. En dit gaat hoe dan ook een hele interessante periode worden. De vierde halving zal dan een feit zijn. Maar we zullen de komende periode deze markt nauwlettend in de gaten houden om te zien wat er zich gaat afspelen in de aanloop richting de halving. En even voor de duidelijkheid voor de mensen die nu denken, wat is nou zo'n halving? Zo'n halving heeft niks te maken met het feit dat Bitcoin door de midden gaat of dat de Bitcoinprijs door de midden gaat. Nee, de halving houdt in dat miners voor hetzelfde werk wat ze moeten verrichten minder beloning krijgen. En dat is een automatisch zelfsturend mechanisme. En dat betekent dat of de kracht die de miners moeten spenderen om Bitcoin te gaan minen, dat die omlaag moet, of dat de prijs van Bitcoin
omhoog moet om weer ergens op dat zelfsturende equilibrium uit te komen. En wat we nu de afgelopen perioden gezien hebben, is dus dat die prijs van Bitcoin iedere keer na die halving toch wel enigszins omhoog gegaan is. En de verwachting van analisten is dat dat nu opnieuw zal gaan gebeuren. We kijken nog eventjes naar de grafiek en dat is een neerwaartse grafiek. Een falling wedge, vervolgens een opwaartse trend waar de koers van Bitcoin in terecht gekomen is. Pak een beet rond begin januari. We bevinden ons nu in een, toch wel een soort van driehoekje te noemen, waarvan je zou kunnen zeggen dat hier een topje ligt en hier een bodempje ligt. En dat daar een mogelijk ook uitbraakje achterweg zou kunnen komen. Het is allemaal heel minimaal hoor. En het is allemaal vrij klein. Maar laten we zeggen een beweging van pak een beet 8,5%. Misschien op de max 9-10%. Maar er komt dus een kleine beweging aan voor wat we op dit moment kunnen zien. En dat maakt een neerwaartse beweging of een opwaartse beweging nodig. Mogelijk, stel dat we neerwaarts uitbreken, dan komen we uit rond de 26.000. Stel dat we opwaarts uitbreken, zitten we iets hoger, dan komen we uit rond de, we kijken hier, 32, 33 ongeveer afgerond naar boven, komen we dan uit. We zitten op RSI op dit moment vrij stuck in de middel, zoals je hier terug ziet. En er gebeurt niet enorm veel. Dus we gaan rustig afwachten op die eventuele uitbraak die we kunnen gaan zien. Dat willen we dan graag zien op een hoog volume. Zodra die uitbraak plaatsvindt, ga ik je dat natuurlijk laten weten. Ik wil je ook nog even een korte andere update geven. Ik doe dat namelijk in de community als er updates zijn. Technisch gezien, macro-economisch, dan laat ik je dat weten in de Money Talks community. Vorige week hadden we het over het feit dat Thijs Verlangen aan de community toegevoegd is als expert. En we hebben nu opnieuw een nieuwe expert aan community toegevoegd. Iemand die ongelooflijk veel weet over macro-economie en ook iedere week op vrijdag de macro-economische gebeurtenissen zal verslaan en daar ook uitleg over kan geven. Dus dat is ontzettend tof. Wil je nou een proefabonnementje starten op de community, dan kan dat natuurlijk hieronder via de link of via het i'tje hierboven. Ik zie je heel erg graag volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Madelon Praat. Voor nu bedank ik je voor het kijken. Laat me in de reacties weten wat je ervan vond en wat je volgende week terug wil zien in deze nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een hele mooie week en tot de volgende Madelon Praat. Dag!